Hoi allemaal! In de meivakantie zijn we naar Thailand geweest en veel kijkers hebben gevraagd of ik een video wil maken van onze terugvlucht van Bangkok naar Amsterdam. Je ziet ons mooie blauwe vliegtuig in beeld. We gaan met de KLM, een Boeing 777 in dit geval, oftewel 777. En we zijn bijna aan de beurt om in te stappen. Nou ja, bijna. Eerst moeten we nog even in de rij staan en zoals je ziet is het een hele lange rij. En we gaan ook een hele lange vlucht tegemoet, zo'n 11 uur. Ik heb daar altijd heel veel zin in, want dan kan ik lekker film kijken en even lekker relaxen, want er is gewoon niets anders te doen dan wachten tot je weer bent gearriveerd op je eindbestemming. Je ziet mijn oudste twee meiden nu door de slurf lopen, zo noem je dat, een slurf. Althans, zo noem ik dat altijd. Ik heb niet gefilmd dat we zijn gaan zitten, want ik wilde niet steeds met mijn camera mensen lastigvallen. Maar dit videoschermpje is bevestigd op de leuning van de stoel voor je. En daar wordt nu een vliegveiligheidsfilmpje op vertoond. In het filmpje wordt onder andere gezegd dat alle bagage goed opgeborgen moet zijn en dat alle telefoons nu moeten worden uitgeschakeld of in de vliegtuigmodus moeten worden gezet. En in de stoelzak vind je een safety on board card. Dat is een kaart waarin je alles wat betreft veiligheid aan boord nog even kan nalezen, kan nakijken. En het is wel zaak om dat te doen, want natuurlijk gaan we ervan uit dat het een veilige vlucht zal zijn. Maar het is wel belangrijk om in ieder geval voorbereid te zijn voor het geval dat er iets gebeurt. Wat zit er nog meer in je stoelzak? Een afvalzakje. En dat zakje kun je ook gebruiken als je onverhoopt misselijk wordt en moet spugen en niet meer op tijd de wc kan bereiken. Dat rood wat je voorbij ziet flitsen is het tijdschrift Holland Herald. Dat wordt gemaakt voor de KLM, alleen voor de KLM. En iedere maand is er weer een nieuwe editie. En uiteraard mag je niet roken aan boord. Tijdens de start en de landing moet je gordel goed vastzitten. Vergelijk het maar met een autogordel. En dat moet ook tijdens turbulentie. Turbulentie kan je vergelijken met als je in een boot zit en je gaat over wat grotere golven. Dan gaat de boot dus wat meer schudden en dat is dus ook soms in een vliegtuig het geval. Alleen zijn het dan geen golven, maar bewegingen van de lucht. Nadat het vliegveiligheidsfilmpje afgelopen is, ga ik op zoek naar de films die aan boord draaien. Dat zijn er heel veel, echt keuze genoeg. Je ziet zo meteen links in beeld de filters. Bovenaan staat latest, oftewel laatste, de allernieuwste films. Ik tik daar family aan en dat zijn films die in ieder geval geschikt zijn voor kinderen. Je kan dan zo'n film favoriet maken, zodat je de film later gemakkelijker terug kan vinden. Cabin crew, take your seats. Je hoorde net vanuit de cockpit het commando cabin crew take your seats en dat betekent dat ook het cabinepersoneel moet gaan zitten en de riemen vast moet maken, want we gaan nu toch echt vertrekken. Het moment van de start zelf heb ik niet gefilmd, dat mag ook niet. Mijn dochtertje zit trouwens al helemaal in de film De Notenkraker, die vond ze echt fantastisch, heeft ze al twee keer gekeken. Maar ik ben weer gaan filmen op het moment dat we airborne waren, zoals dat heet. Dat betekent dat je los bent van de grond, nou je ziet het. Als een soort Madurodam ligt Bangkok nu onder ons. Blijft een heel mooi, spectaculair gezicht, vind ik. En je ziet dat we ook nog steeds aan het klimmen zijn. We zullen hoger en hoger en hoger gaan. En nu kun je nog wegen of zelfs auto's herkennen. En op een gegeven moment zie je alleen nog maar wolken. Voor de kijkers onder jullie die geïnteresseerd zijn in getallen. Het is een Boeing 777-300ER, staat voor Extended Range. De lengte is 73 meter. De spanwijdte is 64 meter van vleugel tot vleugel en dat is breder dan ik dacht. De hoogte is 18 meter en ik heb alles naar beneden afgerond. En er kunnen 480 passagiers in. Het vliegtuig was vol, dus die zaten er nu dus ook in. En dan nog de bemanning daarbij. De snelheid die het vliegtuig kan bereiken is 920 km per uur. En het vliegtuig kan 12.000 km vliegen. En dan moet het vliegtuig landen om weer te tanken. En dit stond op de KLM site. En als ik dan via Google naar algemene informatie zocht, dan las ik 14.000 km. Dus ik heb geen idee
waarom dat is, maar het is in ieder geval veel en in ieder geval dus van Bangkok naar Amsterdam. De kruishoogte van het vliegtuig is 10 kilometer en dat wil zeggen dat het vliegtuig dan niet meer aan het stijgen is, maar gewoon rechtuit blijft vliegen. In principe zal nu ook het bordje Soerimvast worden uitgedaan en dat betekent dat je mag lopen als je dat zou willen. Voor de start werd kinderspeelgoed uitgedeeld. Mijn dochtertje gaat nu laten zien wat ze heeft gekregen. Op de heenweg kreeg ze iets anders. Dat had de kleur van het uniform van dames. Dat mooie kaal en blauw. Dit is de kleur van het uniform van de heren. Piloten. Oh, ja. Maar piloten kunnen ook vrouwen zijn, hè? Ja. Dus in ieder geval van herenpiloten. Die twee gouden strepen, als dat op een mouw zit van die piloot, dan is hij in ieder geval niet de captain. Dan is hij de co-co, zo zeggen we dat. Co-co. En drie strepen is co-piloot, maar hij is dan de second officer. Maar goed, we moeten even vertellen wat erin zit. Een kleurplaatje. En net had je kleurpotloodjes. Kleurpotloden, ja. Oh, dit zijn de kleurpotloodjes. Oh, dat eerste dat was dat memory spelletje. Dat ga ik zo meteen nog laten zien. Dat vond ik zo leuk. Ja, en dan dit is een... Remember button. Een sticker. Oh, sticker. Ja, het lijkt op een strijkembleem, maar het is een sticker. En een sleutelholder. Een sleutelholder. Ja, een keycord. Ja. Zometeen ga ik die kaartjes eruit halen. Eerste keer dat ik die kaartjes zie. We hebben het al gespeeld, hè? Ja. Yeah. Superleuk. Memory. Mijn dochter wint altijd van mij. Dat is trouwens niet waar. Want ik heb voor het eerst heb ik van haar gewonnen. Daar was ik heel trots op. Want memory is... Maar het gaat nooit meer gebeuren. Ja, ja. Nou, memory is het bewijs dat kinderen gewoon een beter geheugen hebben dan volwassenen. Dan ouders, wat je wil. En dit vond ik heel erg leuk, vind ik heel erg leuk, want het zijn dus kaartjes die iets laten zien van de wereld. Je ziet hier links, ik denk dat dat San Francisco was, weet ik niet zeker. Toren van Pisa, Londen. En net zag je een molen, dat is dan Nederland. Hier dus. Ja, super, super leuk. Je hebt het al eerder gezien in deze video, maar elke stoelleuning van de stoel voor je heeft een tafeltje eraan vastzitten. Dat kan je uitklappen. En na de start kreeg elke passagier een refreshing towel, oftewel een zakje waar een nat doekje in zit om je op te frissen. Een kaartje waarop de aanbiedingen staan van spullen die je aan boord kan kopen en een flesje water. Op welk tijdstip je ook vliegt, je zal altijd na de start bij de KLM een maaltijd krijgen. En terwijl we daarop wachten ben ik een beetje aan het spelen met het in-flight entertainment systeem. Dus ik ben aan het kijken wat ik allemaal kan doen op het schermpje wat voor me is, op de stoelleuning van de stoel voor mij. En ik ben echt aangenaam verrast. Ik had geen idee dat er zoveel mogelijkheden waren. Dit had ik niet eerder gezien. Je kan je hele vlucht volgen. En je kan inzoomen. Je kan zien welke weg het vliegtuig gaat afleggen. Klinkt raar, hè? Weg. Welke luchtweg. En je kan zelfs, als je plaats aantikt, informatie lezen van die plaats zelf. De cabinebemanning deelt nu kindermaaltijden uit. En helaas ben ik vergeten om dit van tevoren te bestellen. Mocht jij gaan vliegen met de KLM, weet dan dat dit gratis van tevoren is aan te vragen. Ik ben weer even teruggegaan naar het home menu. En je ziet dat je ook spelletjes kan aanklikken. Ook daar is heel veel keuze in. Angry Birds, dat ga ik zo meteen even laten zien. Je kan solitair spelen, Yahtzee. Ook al is de vlucht nog zo lang, je hoeft je niet te vervelen. En voor het geluid kun je linksonder bij een scherm oortjes bevestigen. Zodat je alles kan volgen, spelletjes, films. Zonder dat je de passagiers om je heen daarmee stoort. Op dit moment hebben we nog zo'n 10 uur te gaan en verwachten we ongeveer 7 uur 's avonds aan te komen. Het is in Nederland nu bijna 2 uur 's middags. In Bangkok is het 9 uur 's ochtends.
We vliegen op 9 kilometer hoogte met een snelheid van 982 kilometer per uur. Nadat de kindermaaltijden en de speciale maaltijden zijn uitgedeeld, worden de reguliere maaltijden uitgedeeld. Er is altijd een keuze tussen twee. In dit geval konden we kiezen tussen aardappelpuree, dopertjes en gehaktballetjes of patat chicken. Het kan natuurlijk zijn dat de keuze op een gegeven moment op is als jij ergens in het midden zit en ze beginnen vooraan met uitdelen en iedereen kiest de aardappelpuree. Ja, dan blijft er alleen nog patat chicken over op het moment dat ze bij jou zijn. De andere gerechtjes op het plateau zijn hetzelfde. In dit geval zag je daar een brownie als toetje. Zout en peper is ook op het plateau. Bestek uiteraard. En in dit doosje zit boter, een kaasje en een crackertje. En onder dat broodje zit een bakje met pasta salade. En mochten mensen dus alleen vegetarische maaltijd willen hebben, dat kan. Dat is gratis van tevoren te bestellen, net als de kindermaaltijd. En die worden dus van tevoren uitgedeeld. Nadat iedereen gegeten had en alle plateaus waren opgehaald, gingen de lichten uit, zodat iedereen kon rusten. Halverwege de vlucht kregen we opnieuw een maaltijd. Linksboven zie je aardappelsalade, rechts exotisch fruit. De zwarte puntjes daar links in dat bakje is dragon fruit. Een broodje weer met boter, peperzout, een cupje water en een lasagne. Ja, en waarom schudt het beeld zo? Omdat het op dit moment een beetje turbulent is. En je ziet dat daar rechtsboven het lampje van vast in je seatbelt, dus doe je veiligheidsgordel op, is aan. En dan na uren relaxen, slapen, films kijken, spelletjes doen. Is het dan zover? We gaan bijna landen. Je ziet het daar boven in beeld. Nog 8 minuten te gaan. Ik tik nu op cockpit. En dan zie je een van de instrumenten die de vliegers zelf ook zien. De hoogtemeter. En je kan daaraan zien hoe we aan het dalen zijn. Ik film nog een klein stukje van de nadering. Nederland vanuit de lucht, maar dan leg ik mijn telefoon weg, want dat moet. En ga ik pas weer filmen als we aan het taxiën zijn naar de gate. Ja, en helaas worden we verwelkomd door typisch Nederlands weer. Het is koud en het regent. Ondanks de kou en regen is het toch heerlijk om weer terug te zijn. We zijn bijna bij de gate en als het vliegtuig goed geparkeerd staat, krijgen we nog een laatste commando vanuit de cockpit te horen en mogen we uitstappen. Cabin crew, the doors may be opened. Tot zover deze video. We kunnen terugkijken op een heerlijke vakantie, maar zijn ook erg blij dat we weer thuis zijn, ook als het regent. Ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Dag!